Afgelopen week was een zware week voor beleggers. De AEX leverde bijna 13% in en de twee Amerikaanse beurzen leverden respectievelijk 11% en 12% in. En juist dit zijn dus tijden waarin je snel heel veel geld kunt verliezen, maar ook dezelfde tijden waarin je heel veel geld kunt verdienen. En in deze video wil ik dan ook gaan kijken naar het beleggen tijdens een beurskrach. Wat kunnen we leren van het nieuws wat er nu speelt? Kunnen we sommige dingen verbeteren aan ons plan zoals we het nu hebben toegepast? Of kunnen we zelfs juist gaan profiteren van dit soort nieuws en deze correcties die er op de markt zijn? Ik combineer het nieuws met mijn eigen mening en verwachtingen en ben zeker geen financieel expert. En zometeen tijdens de intro kun je hierboven even de poll invullen over hoe jij reageert op deze correctie. Genoeg introductie tot zover. Laten we beginnen met deze video. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl, waarbij we nu inspelen op het coronavirus en dan specifiek op het effect op de beurs. Want het lijkt erop dat de correctie op de beurs getriggerd wordt door het coronavirus en juist de angst en de paniek die er op de beurs is. En afgelopen vrijdag zag ik alweer een nieuwsartikel over hoe slecht de afgelopen week was gaan op de beurs. En daar viel de term beurskrach. En dat is zo'n term die je vast wel ooit hebt gehoord, maar dat is alweer lange tijd geleden. Het komt erop neer dat het van toepassing is op wanneer er op een korte termijn in een week tijd een correctie is van meer dan 10% op de beurs. De bekendste, denk ik, die jij en ik misschien wel kennen, is de beurskrach van 1929. Dat is eigenlijk ook gewoon de oorzaak van de beurscrash of de crisis van de jaren 30. Een krach is dan ook weer anders dan een crash of een crisis, want een krach is vaak heel kort, heel snel. Dus zoals gezegd, in een week tijd meer dan 10% verlies op de beurs. Terwijl juist bij een crisis het vaak over een langere periode gaat, waarbij de algemene trend telkens omlaag is. Er zullen dagen of weken zijn dat het wat beter gaat. Maar wanneer je uitzoomt naar enkele maanden, soms zelfs enkele jaren, zul je zien dat de koersen van alle beurzen zullen dalen. Dus dat is een groot verschil. En ik heb al eerder een video gemaakt over beurscrashes of een crash, hoe je daarop moet reageren. Ik zal hem hier trouwens linken, was 6 maanden geleden. Maar heel veel punten die ik daar in die video bespreek zijn zeker ook van toepassing op een krach. Kijken we dan juist naar de koersen van de afgelopen week en laten we dan beginnen hier dicht bij huis bij de AEX in Amsterdam. Daar zagen we dat hij met 12,6% daalde. Er waren wat dagen zoals de woensdag dat hij iets beter deed, maar dat is de meeste dagen. En zeker op de hele week gezien hebben we gewoon een flinke daling gezien, zoals gezegd, van bijna 13%. Kijken we dan juist naar de S&P 500, de 500 grootste bedrijven uit Amerika. Ook daar zagen we een flinke daling van 11,5%. En we kunnen dus zeggen dat over het algemeen beleggers in paniek zijn. Er is heel veel angst rondom dit virus. En of het nou per se aan dit virus ligt, of dat het virus gewoon de druppel was, omdat de markt al heel erg overgewaardeerd was, dat weet ik niet. Er is in ieder geval heel veel angst en wordt heel veel verkocht, waardoor de koersen dus dalen. En een heel belangrijke vraag is dan ook, hoe reageer jij nu? Ben jij nu in paniek of ben je juist heel erg rustig? Want dat is heel erg bepalend voor de dingen die je de komende tijd moet gaan doen. En natuurlijk moet je niks, maar het is wel aan te raden, want als je nu in paniek bent, dan geeft dat aan dat je ergens een fout hebt gemaakt. Bijvoorbeeld dat je te veel geld hebt geïnvesteerd, wat je eigenlijk niet bereid bent om te verliezen, en dat beleggen misschien wel helemaal niets voor jou is. Of dat je wel echt beleggen iets voor jou is, maar de verkeerde strategie hebt toegepast. Dat je zoals gezegd te veel geld hebt geïnvesteerd. Dat je looptijd te kort is, dat je over een tijdje al geld nodig hebt. En zeker met zoiets een krach, een daling van meer dan 10%, dat je daar geen rekening mee had gehouden. Dus het kan zomaar zijn dat ja, dit soort momenten eigenlijk aantoont dat je nog niet helemaal voorbereid bent en dat je op bepaalde punten je plan van aanpak wat betreft beleggen dus eigenlijk nog kunt verbeteren of moet wijzigen. Dus als je nu al in paniek bent bij een verlies van 10%, hoe ga je dan reageren wanneer de beurs verandert zeg maar in een crisis voor langere tijd en waarschijnlijk dus misschien wel de helft van je vermogen eraan gaat? Ik zou dan zeggen, als je zo al reageert, investeer dan juist je tijd op dit moment. Verbeter je plan. Maak een plan als je dat nog niet had. En ga kijken naar welke looptijd heb ik. Hoeveel geld kan ik echt missen. En heb ik dus bereid om te investeren of te beleggen. En welke risico's ben ik bereid om te nemen. Is aandelen een groot gedeelte wat ik wil doen? Of juist meer obligaties, goud, vastgoed. Dat soort keuzes zijn nu juist een goed moment om te beseffen dat je die moet maken of juist moet verbeteren. Maar tot zover hoe jij reageert op de beurs. Laten we vooral ook gaan kijken hoe beurzen en aandelen hebben gereageerd op het nieuws van de afgelopen tijd rondom het coronavirus, zoals gezegd. Kijken nou bijvoorbeeld naar de AEX in de afgelopen 12 maanden. Nou, dan zien we eigenlijk dat we weer terug bij af zijn. Dat de afgelopen week zo'n daling heeft veroorzaakt dat we eigenlijk op hetzelfde punt zijn als ergens maart vorig jaar, maart 2019.
En dit is dus van de hele AEX. 25 grootste Nederlandse bedrijven die erop zitten. Zoals bijvoorbeeld ABN, Heineken, Philips, Unilever, Shell. En het zijn dus eigenlijk de koersen en dus beurswaarden van al deze bedrijven die de index van dus de AEX bepalen. En dat wil dus zeggen dat eigenlijk al deze bedrijven te maken hebben gehad met een koersdaling. En flinke koersdalingen ook, want anders gaat de beurs niet zo hard onderuit. En bij sommige aandelen is dat heel erg logisch. Terwijl bij andere aandelen juist helemaal niet logisch is dat ze zoveel gedaald zijn. Dat komt dus omdat iedereen nu heel graag wil verkopen. Heel veel mensen in paniek raken of juist heel veel dingen automatisch verkocht worden. Waardoor we misschien wel in posities komen dat bepaalde aandelen eigenlijk oversold zijn. Dat er meer verkocht wordt of heftiger gereageerd wordt dan eigenlijk nodig is. Laten we nu ook een paar voorbeelden bekijken. En als eerste voorbeeld Shell. Shell daalde met iets meer dan 10% in de afgelopen 5 dagen. Op zich is dat wel te verklaren, denk ik. Er is minder bedrijvigheid wereldwijd en vooral in China natuurlijk, waar heel veel geproduceerd wordt. Er is dus minder vraag naar olie. De vraag naar olie daalt, waardoor dus de prijs daalt van olie. En als de prijs van olie daalt, dan verdient Shell er minder op, wat dus eigenlijk natuurlijk zorgt voor een koersdaling van Shell. Kijk dan bijvoorbeeld naar Air France KLM, min 28% in de laatste 5 dagen. We weten allemaal dat er minder vluchten naar Azië gaan en volgens mij zelfs helemaal geen vluchten naar China vanuit KLM dus. Mensen zullen ook gewoon minder gaan vliegen. Ze willen het zelf niet, omdat ze het risico niet gaan opzoeken. Of heel veel beurzen waar ze naartoe gingen, heel veel zakelijk vluchtverkeer. Ja, dat gaat niet door, omdat juist die beurzen zijn afgelast. Dus eigenlijk ook hier is het wel logisch dat een aandeel zoals KLM daardoor getroffen wordt. Het is alleen de vraag, is bijna 30% in 5 dagen eraf niet een beetje overdreven? En dit zou dus een voorbeeld kunnen zijn van een geval oversold, dat er meer verkocht wordt dan dat eigenlijk logisch is van dit aandeel. Kijken we dan bijvoorbeeld weer naar Galapagos, min 23% in de laatste 5 dagen. Dit is, zoals we eerder hebben besproken, al een farmaceutisch bedrijf. Nou, het doet volgens mij heel erg veel met medicijnen wat betreft reuma. En mensen zullen echt niet minder medicijnen nemen of minder klachten hebben van in dit geval reuma vanwege het coronavirus. Dus dan is de vraag van waarom daalt de koers zoveel? Ik heb eigenlijk geen goed nieuws of goede reden kunnen vinden waarom dit aandeel zo hard daalt. En juist met 23% en überhaupt al, dit aandeel zou niet per se moeten dalen en zeker niet meer dan de index. Is dit ook echt weer zo'n aandeel waar waarschijnlijk te heftig op wordt gereageerd, denk ik. Maar er zijn ook juist bedrijven die profiteren, niet per se van het coronavirus, maar gewoon van de handel op de beurs op zich. En een van die bedrijven is bijvoorbeeld Flow Traders. Die hebben een plus van bijna 8% in de laatste 5 dagen. Flow Traders is een handelsbedrijf. Het verzorgt eigenlijk beleggingsproducten of ja, het zorgt voor de handel op de beurs. Zeker met onrustige tijden is er meer spread. Het verschil tussen kopen en verkopen. En er zijn überhaupt al meer transacties. Dus op dit soort momenten is het juist een goed moment voor een bedrijf als Flow Traders. Er zijn meer transacties, er wordt veel verkocht. Er zullen ook heel veel mensen, zoals jij en ik misschien wel zijn, die juist aandelen kopen. Nou, meer transacties is dus meer omzet voor hun. Dus daarom gaat het juist goed met Flow Traders. En dat was dan de AEX, de Nederlandse Amsterdamse beurs. Maar ook in Amerika is dit het geval. Zoals gezegd, de S&P 500 staat iets meer dan 11% in de min de afgelopen week. En dat is natuurlijk ook vooral te verklaren door enkele grote partijen die op die index aanwezig zijn. En dat juist sommige bedrijven een behoorlijke impact hebben op een bepaalde beurs. In het geval van de S&P is het zo dat de top 10 20% van de hele beurs heeft. Oftewel 20% van die hele beurswaarde, marktwaarde, wordt eigenlijk bepaald door maar 2% van de bedrijven op die beurs. Bovenaan staan daar Microsoft en Apple met elk ongeveer 4,8%. En als zij natuurlijk problemen hebben, dan weegt dat helemaal door op de koers van die hele beurs. En dit zijn vaak juist ook bedrijven die Amerikaans zijn, maar hun productie in China hebben zitten. Dus als dat stilvalt, of juist het vervoer van producten richting Amerika, Europa stilvalt, dan heeft dat echt wel effecten op hun koers. Kijk bijvoorbeeld naar Apple. Ten eerste worden er waarschijnlijk minder iPhones gemaakt en de winkels in China zijn dicht. Dus ja, er wordt ook niks verkocht daar. Ja, dat gaat gewoon impact hebben op hun omzet, op hun winst en dus in hun koers. Dus kijk niet alleen naar de beurs of de index in zijn geheel, maar ook juist welke bedrijven er verantwoordelijk zijn voor die daling of welke bedrijven er juist kunnen profiteren in de afgelopen tijd. En voordat we verder gaan wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik dat jij het interessant en leuk vindt, dat het een onderwerp is waar ik misschien wel meer video's over moet maken. En het is goed voor YouTube dat meer mensen deze video te zien krijgen. En wil je zelf nog meer video's zien zoals deze? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren, klik op het belicoontje, dan krijg je altijd weer een melding
als er een nieuwe video online staat. En dan gaan we nu door met het volgende onderdeel. En dat zijn mijn eigen beleggingen in de afgelopen week. En mijn beleggingen hebben best wel flinke dreun gehad eigenlijk de laatste week. Vorige week maakte ik nog een video waarin ik vertelde dat ik iets meer dan 60.000 euro belegd vermogen had. Nou, de afgelopen week is dat gedaald met 10.000 euro. Net geen 10.000 euro. Laatste moment dat ik keek was geloof ik 98 of 9900 euro. Ja, verlies in een week. Het is niet echt verlies, aangezien ik het nog niet verkocht heb. Maar ja, het voelt wel als een verlies. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook meteen veel geïnvesteerd de laatste week. Dat begon eigenlijk in vastgoed. Ik heb een video gemaakt over Exporo. Ik zal hem hier trouwens even linken als je daar geïnteresseerd in bent. Maar dat was eigenlijk het idee dat ik gewoon meer spreiding wilde toepassen. Dat ik nog niet zo heel veel geld in vastgoed had zitten. Dat ik dat iets wilde uitbreiden. Maar naderhand kwam er dus, zeker toen in Nederland, de eerste besmetting van iemand met corona hier in Nederland. Dat had effect op de beurs. En juist toen dacht ik ook van, dit is misschien wel het moment om wat extra te kopen. En afgelopen donderdag heb ik dan ook bijna 2500 euro extra geïnvesteerd via de Giro. Als eerste heb ik bijna 10 aandelen van Vanguard VWRL gekocht voor bijna 800 euro. Ja, die flinke correctie was ook gewoon op de wereldwijde economie te zien. Had een effect daarop. Dus de koers van VWRL ging flink onderuit. En VWRL is juist zo'n aandeel waar ik eigenlijk al meer van wilde kopen. Dat ik te veel in specifieke losse aandelen zat. Terwijl ik eigenlijk juist meer in een index of ETF zoals deze wilde zitten. Dus dit was echt wel een goed moment om hier ook in te stappen. Een tweede aankoop was dan Basic Fit met 20 aandelen voor bijna 600 euro. En die heb ik al eerder behandeld in de video interessante aandelen van afgelopen maand, februari 2020. En ik zal hem trouwens ook weer hier even linken en eventueel ook onderin deze video. Als je uitleg wil hebben over waarom ik juist dit aandeel interessant vind en nu dus ook heb gekocht. De derde aankoop was dan weer Facebook. Daar heb ik juist mijn positie uitgebreid met 2 aandelen, oftewel bijna $400. En zeker tegen deze koers is het heel erg interessant. Het was al een interessant aandeel. Nu is er een flinke correctie geweest. En ook de vorige keer dat er een flinke correctie was bij Facebook, waren het juist moment dat ik heb geïnvesteerd of bij heb gekocht. En mijn laatste aankoop was Alphen. Daar heb ik mijn positie uitgebreid met 50%, oftewel 18 aandelen gekocht voor bijna €500. De toekomst lijkt mij elektrisch, zeker op korte termijn. Op lange termijn zal het waarschijnlijk wel waterstof worden ofzo, maar zeker de komende 5 of 10 jaar is elektrisch echt wel de toekomst. En Alf is daarin een Nederlands bedrijf wat echt wel mooie producten levert, die heel erg veel groei heeft gezien het afgelopen jaar, maar ook dit jaar heel erg veel groei verwacht. En juist daarom is het zo'n aandeel, als het dan eenmaal in de aanbieding is, zeg maar, een flinke correctie heeft gehad, is het juiste moment voor mij om weer bij te kopen. En dit was dus afgelopen week, maar ik heb ook zeker nog plannen voor toekomstige beleggingen. Afgelopen week was het dus bijna €3500 dat ik heb geïnvesteerd. Maar ik heb de laatste tijd eigenlijk een behoorlijke buffer opgebouwd. Ik heb niet zo heel veel aangekocht. Ik ben juist wat terughoudender geweest, zodat ik nu genoeg buffer heb om eventueel van dit soort momenten volop te kunnen profiteren en dus veel meer aankopen te kunnen doen. Want laten we voor het gemak maar even vanuit gaan dat corona gewoon de reden is dat de beurzen nu hard onderuit gaan. Nou, in China zul je zien dat het aantal nieuwe gevallen minder hard stijgt dan voorheen deed. En dat er juist veel meer mensen ook genezen van het virus. Dus daar lijkt het alweer een beetje over zijn hoogtepunt heen. Terwijl juist in de rest van de wereld eigenlijk iedereen pas mee begint. Europa is eigenlijk de afgelopen week pas heel erg booming geworden. Is dan een goed woord, booming, maar ja, daar heb je veel meer ziektegevallen. Dus waar het bij China uiteindelijk 2 maanden heeft geduurd of zo voordat het af ging nemen, zitten we nu pas in Europa aan het begin. Dus het zal waarschijnlijk misschien nog wel 2 maanden duren voordat we hier over het hoogtepunt heen zijn. Dus alleen om die reden verwacht ik eigenlijk de komende maanden ook nog gewoon onrustige periodes van dagen, weken wel op de beurs. Maar we kijken ook naar China, naar de handel. Daar kwam ook weer een nieuwsbericht op NOS dat de Chinese industrie een harde klap heeft gekregen. Een index die dit bijhoudt staat eigenlijk op een historisch dieptepunt. Zelfs nog lager dan de crisis van 2008 en 2009. Dus we zullen alleen om deze reden ook al gewoon effecten gaan zien over een tijdje op de beurs. Want minder productie betekent minder omzet en dus uiteindelijk ook minder afzet, minder winst. Dat rekent allemaal door naar bedrijven waar wij aandelen in hebben. Dus de koersen zullen zeker over Q1 van 2020 een behoorlijke klap krijgen. Maar ondanks deze negativiteit op de beurs zie ik het eigenlijk best wel positief in mijn geval. Ik zie best wel kansen die ik kan gaan benutten, juist omdat ik misschien ook wel die buffer heb opgebouwd. En ik wil eigenlijk nog 4 punten bespreken aan het einde van deze video die ik ga toepassen en die misschien ook wel van toepassing zijn of interessant zijn voor jou om toe te passen. En ten eerste dat blijf gewoon regelmatig investeren, of dat nou elke maand is, elke week. Alles wat je nu al hebt gedaan de laatste tijd, blijf dat ook gewoon vooral volhouden de komende tijd. Dit heeft ermee te maken dat je eigenlijk maandelijks, continu, voor een lange tijd in wilt leggen. Als de beurs dan omlaag gaat, dan kun je eigenlijk voor hetzelfde geld, voor dezelfde inleg,
meer aandelen kopen. Dus dan kun je op die manier een grotere portefeuille opbouwen en meer vermogen opbouwen op de lange termijn. Want op de lange termijn gaat de beurs eigenlijk toch altijd wel omhoog. De wereldeconomie zal zijn eigen blijven verbeteren. Dus als je al elke maand een aankoop deed, blijf dat ook gewoon doen. Verander niets aan je inleg. Ga hem niet verlagen of juist verhogen. Maar blijf dat eigenlijk, misschien heb je het wel geautomatiseerd, wat zeker aan te raden is. Laat dat gewoon zo ingesteld staan dan. Een tweede punt is om juist extra bij te kopen. Want je zou kunnen zeggen, alle aandelen zijn in principe in de aanbieding nu. En wil je aandelen kopen, link naar aanbevelen brokers zoals FlatEx of de Giro vind je trouwens onder deze video terug. En extra aandelen kopen kun je eigenlijk op twee manieren doen. De aandelen die je al hebt, kun je gewoon extra bijkopen. Daar heb je vaak het extra onderzoek al voor gedaan. Je weet al welk bedrijf het is, waarom je het interessant vindt. En als je het interessant vond voor een koers van zeg maar 100 euro en het aandeel is nu 60 euro of 80 euro, dan is het zeker net zo interessant of interessanter zelfs dan wanneer je voor 100 euro kocht. Dus waarom zou je dat niet meteen profiteren om extra te kopen? Maar het kunnen juist ook die bedrijven zijn die ik eerder noemde, zoals Galapagos als voorbeeld of KLM. Bedrijven die misschien op dit moment wel te hard worden afgestraft, waarvan de koers te hard daalt. Ja, het zijn misschien bedrijven die je nog niet eerder had onderzocht, dus dat moet je dan nog wel gaan doen. Waarom is het zo hard afgestraft? Is dat terecht? Als je tot de conclusie komt dat het niet terecht is, dan is het misschien wel interessant om juist daarin te investeren en enkele aandelen daarvan te kopen, omdat het waarschijnlijk dan ook, zo hard als het gedaald is, het vast ook wel weer zal herstellen in de komende tijd. En een derde punt is dat je eigenlijk nu een plan wil maken van hoe je extra aankopen eventueel gaat doen. Is dat op bepaalde momenten, vaste momenten, bijvoorbeeld elke woensdag, of wanneer de markt een bepaald percentage daalt. Dus stel je hebt nog een extra buffer van 1000 euro over en je zegt de komende 10 weken ga ik ongeacht wat de beurs doet gewoon extra 100 euro investeren op elke woensdag. Of wanneer de beurs bijvoorbeeld nog een keer 10% daalt, investeer ik 250 euro, zakt die nog een keer 10%, doe ik 500 euro. Dat je op die manier, naarmate de beurs dus juist daalt, meer geld investeert en dat je dat eigenlijk weer meer kunt kopen met hetzelfde bedrag. Of juist een hoger bedrag en dus nog meer kunt kopen omdat eigenlijk alles relatief gezien goedkoper is. Omdat je dus eigenlijk meer krijgt voor hetzelfde geld. En een vierde punt waar ik zelf ook naar ga kijken, zijn juist bedrijven die dividend uitkeren. Want die zijn nu eigenlijk extra interessant geworden. Wanneer een bedrijf voorheen zeg maar 5 euro uitkeerde op een koers van 100 euro, dan had je dus eigenlijk een dividend van 5 euro. Nou, de dividend, het bedrag zal niet veranderen, maar de koers is wel gedaald. Stel dat dat nou in één keer naar 70 euro is gedaald, dan krijg je nog steeds 5 euro per aandeel, maar op een koers van 70 is dat in één keer naar meer dan 7% gegaan. Dus eigenlijk hetzelfde aandeel waar je voorheen 5% dividend kreeg, kreeg je nu 7% dividend in dit voorbeeld. Dus eigenlijk zijn dividendaandelen extra interessant geworden. Dividend wordt per aandeel bepaald en niet per se op basis van de koers. Dus op die manier blijft de uitbetaling hetzelfde, alleen de koers is lager. Dus het is extra interessant om op dit moment aandelen te kopen van bedrijven die dus veel dividend uitkeren. En kijk hierbij juist wel naar bedrijven die al jarenlang dividend uitkeren en ook constant uitkeren. Die genoeg geld hebben om het uit te keren. Dat ondanks dat het eventueel tegen zit met hun omzet en hun winsten, dat ze genoeg reserves hebben om dividendbetalingen door te laten gaan, zeg maar. Dus dat is zeker belangrijk. Zoals eigenlijk altijd bij aandelen die je voor de eerste keer wilt gaan kopen, doe hier goed je onderzoek naar. En tot zover eigenlijk mijn kijk op corona en juist mijn aankopen van de afgelopen week en mijn plannen eigenlijk voor de komende tijd. En ik ben ook erg benieuwd naar wat jullie van plan zijn. Hebben jullie plannen? Hoe kijken jullie tegen dit nieuws aan? Of wat verwachten jullie van de koersen? Noem het allemaal maar op. Laat dat allemaal weten in reacties onder deze video. En dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het een leuke, interessante video vond. Mocht dat nou zo zijn, geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik dat ik misschien dit soort actualiteiten, dit soort onderwerpen vaker moet behandelen. En het is goed voor YouTube dat meer mensen deze video te zien krijgen. En dus ook misschien wel meer mensen mijn kanaal volgen, beginnen met beleggen. Noem het allemaal maar op. Wil je zelf nog meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je graag in de volgende video terug. We'll be right back.